to you. So much to you. Omroep Dommeland Nieuwsflits. Eindelijk na jaren, twee jaar denk ik, staat drie de spiegel. 3 jaar. Ja, 2019. Staat de spiegeltent weer in Boksel. Ja, dat klopt, dat klopt. 2019 was de vorige keer en het zou dus in 2021 zijn, maar dat kon toen niet doorgaan vanwege corona. Dus nu in 2022, ja, dat klopt. En hoe loopt het? Ja, het loopt erg goed. We hebben prachtige weer, het is een prachtige entourage. We hebben hele mooie activiteiten allemaal vanuit de Bokselse bevolking. En er is ook heel veel publiek iedere keer bij. Nou, je kan het vanavond zien. Gisteravond, vanmiddag hadden we lunch van de KBO. Het zijn echt allemaal hele mooie bijeenkomsten met heel veel publiek. Ja. Mooi om te horen. Zeker, ja, absoluut. Ja. We hebben ook wel gehoord dat misschien de spiegeltent verkocht gaat worden, dat dit misschien de laatste keer is. Nou, ik kan het zo vertellen. Hij staat nu op in Bokstel. En je verkoopt zo'n tent natuurlijk alleen maar als die opstaat. En omdat hij nu opstaat, zeiden mijn man en ik tegen elkaar van nou, ze kunnen het in ieder geval kenbaar maken dat hij te koop komt. Dan kunnen geïnteresseerden komen kijken. Maar het is niet zo dat we hem per se willen verkopen dit jaar. We willen wel echt een goed. We doen hem niet zomaar weg, zal ik maar zeggen. Want daarvoor is hij ons daarna aan het hart. En we weten ook dat hier de mensen er enorm van genieten. Dus hij staat wel te koop, maar omdat hij nu te zien is. Maar we doen hem niet zomaar weg. Dus mensen niet kopen, want het hoort bij Boksel eigenlijk, hè? Ja, dat zou je ook kunnen zeggen. Ja, dat klopt. Ja, precies. Nee, dat is waar. Het is, en dat horen we ook inderdaad nu ook deze dagen allemaal. Hè? Wat jammer als hij niet terug zou komen. Ja. En ik moet je eerlijk zeggen, wij zouden het ook wel fijn vinden als die over 2 jaar, misschien wel volgend jaar, nog wel weer eens een keer in Boksel zou staan. Ja. We zullen het zien. Ik hoop van wel. Nou, ja, hartstikke goed. Je bent halverwege het optreden in de spiegeltent. Hoe gaat het? Ja, geweldig. Het is echt geweldig. Het is wel warm en intensief, maar we gaan zo nog een keer optreden. En wat is er leuk aan om op te treden in de spiegeltent? Je zag hoe vol het zit. Dan heb je gewoon een leuke zaal. En de mensen genieten. Dus, ja. En jullie ook? En wij ook. En dat is de bedoeling. Wij willen het overbrengen. En dat doen we denk ik ook wel. Dat lukt ook wel, ja. Ja, dat lukt wel, hè. Ja, we hebben veel plezier eraan. Dames, jullie zingen in de spiegeltent. Hoe bevalt het? Geweldig, in één woord, geweldig, mooi publiek en het gaat top. Het is gewoon echt fantastisch en iedereen blijft zitten, ondanks de hitte. Niemand wil weg, het is gewoon feest.
Dan moeten ze niet staan en dansen. Ja, eigenlijk wel. Ja. Op het laatst ga ik er echt proberen om een paar mensen uit de zaal te enthousiasmeren. En om ze mee richting podium te krijgen. Tot hoe lang staat de spiegeltent dit jaar in Boksel? Tot en met zondag 3 juli. Dus dat betekent dat we nu precies op de helft zijn. Er komen nog echt heel veel activiteiten ook de komende 10 dagen, zal ik maar zeggen. Ja. Komt allen naar de spiegeltent? Ja, precies. Ja. Ja. Kennen jullie de term a cappella? Ja, die kennen we. I don't have somebody. Allemaal. And if the sun's upset and the sky goes cold, and if the clouds get heavy and start to fall, I really need somebody to call my own. I wanna be somebody to someone, someone to you, someone to you, someone to you, someone to you. Someone to you.